Wel, dezelfde twee jongens die geblesseerd zijn als vorige week. Dus dat is Kian en Lucas Tassin. Die jongens zijn geblesseerd, al de rest zijn klaar om in de selectie te zijn. Die is dan geschorst, inderdaad. Maar de rest is selecteerbaar. Al de rest is selecteerbaar. Mogen we wijzigingen verwachten van die selectie? Goh, kijk, dat kan uiteraard. Het is ook zo dat iedereen weet dat we een nieuwe speler hebben aangetrokken met Romeo Vermand. Dus het kan zijn dat hij al in de selectie zit. Het is natuurlijk nog heel kort, maar hier. Dus er kunnen wijzigingen zijn, maar dat zullen we morgen zien. Jullie spelen tegen Gent. Als we de statistieken bekijken van dit seizoen, valt het op dat Westerlo dit seizoen tegen ploegen aan de top 6 weinig punten heeft gehaald. En dat is Gent misschien ook een gevaarlijke tegenstander. Nou, dat is uiteraard een topclub in België die toch al sinds een aantal jaren bovenaan meedraait. Die een moeilijk te bekampen tegenstander is. En inderdaad, uit de statistieken blijkt dat wij stappen moeten zetten om die ploegen moeilijk te maken. Ik denk wel dat wij in Antwerpen getoond hebben, als wij allemaal op ons beste niveau zijn, dat wij dingen kunnen halen tegen dit soort teams. Dus dit moet ons wel vertrouwen geven. Maar we moeten ook leren uit vorige week. Want als je niet 100% bent of niet alles loopt zoals dat het hoort, dan zie je ook dat je moeilijke avonden kunt hebben tegen dit soort teams. Hoe verklaar je het grote contrast tussen de eerste 10 minuten en eigenlijk de rest van de wedstrijd? Want 10 minuten gaven jullie echt een heel goede indruk. Ja, ik denk dat wij de eerste 10 minuten dat alles volgens plan liep. We hadden ook de bedoeling om hoger druk te gaan zetten, om ook aan de bal comfortabel te zijn. En zoals dat wij begonnen, was gewoon prima. Nadien zijn wij gewoon achteruit geduwd geweest. Dat is enerzijds door de kwaliteit van Club Brugge, anderzijds ook door ons toedoen. Wij moeten op dat vlak verder stappen blijven zetten om met meer durf vooruit druk te gaan zetten. Dus daar hebben we deze week zeker over gehad. Langs de andere kant kan je pas druk vooruit zetten als je balbezitverhaal goed genoeg is. En dus heeft Club Brugge ons op een zodanige manier onder druk gezet dat ons balbezitverhaal niet was zoals dat het de voorbije weken was. En daarom krijg je golf na golf eigenlijk over jou en word je achteruit geduwd. Dus het is enerzijds een zaak van hoger druk te durven zetten en anderzijds is het ook een zaak in ons balbezitverhaal om daar verder stappen in te zetten. Wie is de beste tacticus? Rick de Mil of Henk de Laasbroek? Ik denk dat het heel arrogant zou zijn om te zeggen dat ik een betere tacticus ben dan Hein van Azenbroek. Hein van Azenbroek draait al jaren mee op het hoogste niveau, doet het ongelooflijk goed in de meeste dingen die hij doet. Kijk, ik denk dat dit niet aan de orde is. Hein van Azenbroek is gewoon een hele goede coach. Maar wij zullen wel proberen om ons plan klaar te hebben tegen morgen. Zijn dan tegen club? Ben je van plan dan iets te veranderen? Ja, iedere tegenstander speelt natuurlijk op een andere manier. Dus je moet wel een aantal accenten anders gaan leggen. Maar voor mij blijft het belangrijkste dat je voetbalprincipes hebt en daar verandert er niets aan. Het is gewoon een geloof van hoe dat wij moeten zaken gaan aanpakken. En dat zal in geen enkele wedstrijd verschillen. Maar natuurlijk, als een tegenstander in een andere formatie speelt of als ze bepaalde andere accenten leggen, dan moet je dat wel een stuk gaan aanpassen. Niet uit schrik daarom, maar wel om door die aanpassingen net de tegenstander ofwel meer onder druk te zetten ofwel net iets meer kansen te gaan creëren. Is het dan een voordeel dat Agent een aantal jongens mist, plus misschien ook nieuwkomers heeft die nog niet helemaal zullen geprobeerd zijn voor zover ze speelplaatsen natuurlijk? Oh, kijk, ik zie dat niet als een voordeel voor ons. Ik denk dat de kwaliteit bij A-agent
nog altijd enorm groot is. En ik snap dat mijn collega aan de andere kant, die wil natuurlijk meestrijden voor de titel, voor het hoogst mogelijke daar. En daarom dat hij ook wel af en toe in zijn... Ja, ook wel aankaart dat hij dat net iets ruimer wil of net iets meer kwaliteit opnieuw. Maar de kwaliteit op zich, die daar nog is, is nog steeds groot. Dus ik zie dat absoluut niet als een voordeel voor ons. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken. En als wij zelf goed zijn, dan maken wij daar absoluut een kans. En, maar het ligt vooral aan onszelf in de eerste plaats. Want we weten dat de kwaliteit aan de andere kant zeker zal aanwezig zijn ook. Wat ons zaterdag een beetje verraste was, Rick, dat je op een bepaald moment Matthias Fixell liet invallen, maar hem dan min of meer in de spits liet invallen. Mm-hmm. Zat daar een bepaald idee achter? Is dat omdat je op dat moment echt niemand anders had? Of is er over nagedacht? Ik denk over alles na. Dus ik denk niet dat wij iets doen waar we niet over nadenken. Het klopt inderdaad dat wij door blessures, dat wij heel weinig echte diepe spitsen hebben. Goed, op een bepaald moment doen we een wissel. En dan heb ik iemand nodig tegen Brugge die de ruimtes aanvalt, die in de diepte loopt, die ook in het duel stevig kan zijn om die ballen bij te houden. En dan zag ik in Matthias had ook op trainingen geprobeerd om zag ik iemand die dit soort zaken kan doen. Uiteraard is dat geen diepe spits, maar op dat moment was er niemand anders die echt voorhanden was om voor die diepgang te zorgen, om voor die strijd te zorgen. En vandaar die keuze. Nee, maar omdat hij de voorbije maanden niet heel gelukkig was bij Westerlo, terwijl hij dat vorig jaar wel was. In de beginperiode dat je hier was, heb je hem ook weinig laten meespelen of in de selectie opgenomen. Hmm. Is dat idee nu veranderd doordat er een aantal geblesseerden zijn? Nee, kijk, toen ik hier toe kwam, zoals dat ik al gezegd heb, heb ik eerst verder gebouwd op hetgeen dat mijn assistenten in Kortrijk hebben neergezet. En ik heb met Matthias een zeer goed gesprek gehad, eigenlijk verschillende al, net zoals dat ik met al mijn spelers doe. Waarbij dat ik hen allemaal probeer uit te leggen van wat er precies verwacht wordt, welke zaken hier in mijn ogen moeten verbeterd worden en welke dat er ook heel goed zijn. En Matthias is gewoon een jongen die duidelijkheid wou op dat moment. En de reden waarom dat hij niet zo gelukkig was, was uiteraard omdat jongens die niet spelen, die zijn niet altijd gelukkig. Maar hij verwacht ook gewoon duidelijkheid naar hem toe. En die heb ik hem gegeven van in het begin. Daar is hij mee aan de slag gegaan. En je ziet gewoon week na week dat hij, net zoals dat die andere jongens zich proberen te manifesteren, is ook Matthias op de juiste weg opnieuw. En dan hangt het hem van keuzes af, van coaches en momenten om die te pakken als hij de kans krijgt om te spelen. Ik heb de wedstrijd natuurlijk niet gezien die jullie maandag gespeeld hebben. Heb je hem daar ook in de spits opgesteld? Of heb je daar op een andere positie gespeeld? Daar heeft hij op een andere positie gespeeld. Natuurlijk op de schossing naar Arthur. Dus hij zou ook op de 6 kunnen spelen. Dat kan. Ik denk dat we daar verschillende opties hebben om te doen. Hij kan dat ook. Maar zoals ik zei, is dat het belangrijkste voor mij is van dat de spelers duidelijkheid hebben van wat er precies gevraagd wordt. Dat ze weten waaraan dat ze kunnen werken. En ik heb het gevoel dat binnen die groep dat iedereen wel op dezelfde pagina zit op dit moment. En uiteraard zijn er ontgoochelde spelers als ze niet spelen. Maar spelers die ontgoocheld zijn of spelers die niet gelukkig lopen, dat hangt meer af dan alleen maar van speel. Het hangt gewoon ook af hoe dat je wekelijks met hen omgaat. De directe communicatie die er moet zijn. En voetbal is nu helemaal een gegeven van concurrentie. En die moeten zij kunnen aangaan en die concurrentie is hier groot. Dus het is aan hen om op de training dan te tonen wie de sterkste is. Verwacht je nog dat er jongens
zullen vertrekken. Want ik heb begrepen dat bijvoorbeeld ook Matthias Fuchsel wel met andere clubs praat. En dat zal niet de enige zijn van de divisie. Oh, daar moet je als coach mee omgaan in deze periode, dat weet je. Dus er kunnen altijd zaken gebeuren de laatste dag. Of de laatste dagen. Dus ik bereid mij op alles voor. Het kan zijn dat er uitgaande zijn, er kunnen zijn dat er inkomende zijn. Dat is altijd een... laat het maar zeggen, een wat moeilijke periode. Maar uiteindelijk... zijn we dat zodanig gewoon dat we daar rustig proberen mee om te gaan. En ik werk gewoon met de spelers die er nu zijn. En het blijft voor mij allemaal hetzelfde hoe ik met hen omga. En dan zien we wel wie er blijft of wie er uiteindelijk nog zou vertrekken. Jullie spelen nu een Engelse week. Is best wel dat dan toch een aantal op de scène heeft. Daar voldoende voor gewapend om op zo'n korte tijd... Dat zal moeten blijken. Daarom dat ik ook tegen de spelers zeg, is van, we hebben iedereen nodig. En zo zie je ook maar, is een aantal weken geleden werd er heel vaak geschreven van hoe groot deze kern is en hoe dat we die moesten gaan verkleinen. En in voetbal kan het vrij snel gaan. En dan zitten we nu in een fase waarin dat door blessures... die kennen toch al wat afgeslankt is. Maar we hebben nog altijd een kern die sterk genoeg is om daarmee om te gaan. Maar iedereen moet heel goed beseffen dat we ook iedereen zullen nodig hebben. En het is aan ons om te tonen dat wij klaar zijn voor dat drieluik. Train je dan anders? Probeer je dan bepaalde dingen rekening te houden met wat door de belasting? Doorheen die wedstrijd, of tussen die wedstrijden anders is? Ja, uiteraard ga je de load of de belasting gaan aanpassen. Hè? Omdat je met midweek wedstrijden zit, je traint ook constant daartussen. Op dat vlak is het wel een voordeel om vanuit Club Brugge te komen. Omdat je daar constant eigenlijk met dit soort weken zat. Dus naar belasting toe moet je zeker gaan aanpassen. Maar dat kan niet ten koste gaan van intensiteit. De duur zal korter zijn. Maar wat we doen op training zal aan dezelfde intensiteit moeten gebeuren. Uitgaande transfers, dat is wat ze aftasten. Maar heb jij zelf nog namen die in beeld zijn bij Westerlo? Oh, wij uiteraard zijn we nog altijd met bepaalde dossiers bezig. Maar zoals dat je weet, wintertransfers zijn niet altijd zo eenvoudig ook. Dus... wat daaruit komt, dat zal men mij vanuit het bestuur wel op tijd laten weten. Maar ook inkomend ben ik minder mee bezig. Want als je daar constant mee bezig bent, dan ligt je focus op andere zaken dan wat wij nu momenteel aan het doen zijn. Ik denk dat wij een moeilijke wedstrijd hebben, een mooie uitdaging morgen tegen Gent. En dat wij nadien... hier twee thuiswedstrijden hebben, dus twee belangrijke thuiswedstrijden. Dus de focus moet vooral daarop liggen en wie er dan uiteindelijk zou bijkomen of niet meer zou bijkomen, dat laat ik vooral aan het bestuur over. Nog één vraag, Rick. Is Vliegan niet voldoende hersteld? Je hebt gezegd dat iedereen buiten de twee geblesseerden, maar er is altijd een nuance, want sommige spelers kunnen niet helemaal fit zijn, dus misschien... Ja, het klopt wel dat Vrigan aan het terugkomen is. Dus dat hij terug in trainingen zit. Maar goed, die jongen komt natuurlijk wel van ver. Na zijn blessure heeft hij ook wel een terugvalletje gehad. Dus dat moeten we stap voor stap gaan aanpakken. Maar is wel vrijgegeven. Dus die kan wel selecteerbaar zijn naar morgen toe. Maar we moeten het stap voor stap doen met hem. Sayad Manek of zoiets, zegt hij dat niet zo spelen van... Eerst en vooral, zoals dat u het uitspreekt, heb ik nog niet gehoord. het is zoals dat ik echt zeg, ik doe dat bewust. Vraag echt ook aan het bestuur om niet te veel met namen te komen aan mij, tenzij dat het echt zo goed als definitief is.
Wij bespreken heel goed wat ik vind dat dit team nog nodig heeft. En dan hoop je als coach altijd dat er nog op die posities namen bijkomen. Maar ik kan me niet dagelijks met dit dossier of dit dossier, omdat het zodanig afhankelijk is van details. Van soms akkoorden niet alleen met de speler, maar ook met de clubs en zo verder. Dat is het werk van mensen die boven mij staan. Ik moet mij bezighouden met de jongens die op dat veld lopen. Ik moet Gent voorbereiden. Dus mijn volle aandacht moet naar daar gaan. Dus, maar van zodra dat iets volledig rond is, dan gaan we dat uiteraard ook zo snel mogelijk communiceren. Tuur, jij hebt tegen Club Brugge voor de eerste keer gespeeld onder Rick. Dat vraagt om bevestiging, neem ik aan. Jij zal er morgen terug wel bij zijn. Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen wil spelen. Op Gent spelen is een hele mooie wedstrijd natuurlijk, zeker voor een jonge jongen. Als jonge jongen kom je naar hier natuurlijk om altijd te spelen. Dus het is mooi om deze kansen te krijgen natuurlijk. Je hebt tot nu toe een beetje een wisselend seizoen. Je hebt heel wat wedstrijden wel gespeeld, andere wedstrijden niet. Het is zo'n beetje tussen de tweeën. Soms niet in de selectie en dan weer wel. En dan ook effectief spelen. Ja, klopt. Zoals de coach ook aangaf, er is heel veel concurrentie natuurlijk in onze groep. Dus daar moet je mee leren omgaan. En als je die kansen krijgt om te spelen, moet je ze proberen te pakken en zo goed mogelijk te doen. En dan is het aan de coach om te beslissen of je speelt of niet. Dus hoop jij dat Jordan Bos nog eerder blijft? Ik hoop voor hem dat hij het zo goed mogelijk doet met Australië natuurlijk. Het is een hele mooie opportuniteit voor hem om op de Asia Cup te spelen. Dus ik wens hem al het beste, natuurlijk. Is hij een goede collega van jou? Ja, tuurlijk. Ik kan met iedereen goed overweg, ook met Jordan. Het is niet omdat we concurrenten zijn op het veld dat we niet met elkaar spreken of niet met elkaar omgaan op de club. Zeker niet. Coach zegt, en dat weten we ook, heeft met heel veel spelers gesproken, of met bijna alle spelers. Mm-hmm. Wat heeft hij tegen jou gezegd? Ja, ik denk, zoals tegen elke speler, wat hij van u verwacht, wat de goede punten zijn, wat de werkpunten zijn. Hij is heel open, heel direct en ik denk dat dat ook goed is. Je weet waar je staat en je weet wat er moet veranderen om die werkpunten aan te passen. Wat zijn de werkpunten? Meer dominant aan de bal. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal opnoemen, maar ik bedoel, dat is er eentje natuurlijk waar ik aan moet werken. Het was een goed gesprek en ik had eraan proberen te werken, absoluut. Dat is je Westerlo gebeurd of tijdens de stage? Dit was in Turkije, ja, op stage. Lang gesprek? Een kwartierke, half uurke, denk zoals bij iedereen. Maar ook op de club hier hebben we ook al eens samen gezeten. En wat vind je zelf tot nu toe? Er zijn inderdaad goede wedstrijden geweest. Ja, tuurlijk. Wisselvallig seizoen van Westerlo in het algemeen natuurlijk. Het is moeilijk om sommige ploegen te bekampen. We hebben goede wedstrijden gespeeld, we hebben natuurlijk minder gespeeld. Zoals ik zeg, het is een moeilijk seizoen. En is het voor jou toch aanpassen, want je komt uit 1-1. Je speelt nu het eerste seizoen in de Jupiler Pro League. Is de moeilijkste aanpassing het tempo, de snelheid? Ja, ik denk dat het fysieke wel ongeveer gelijk staat aan qua duels dan als in de Challenger Pro League. Natuurlijk kom van een belofte ploeg. Het tempo ligt in eerste klasse wel een stukje hoger dan in de tweede klasse. Je hebt dit seizoen ook op verschillende posities gespeeld. Linksback, soms zelfs een rij hoger. In de as van de verdediging, als links speler, wat is jouw beste positie? Ik ben opgeleid als linksback. Natuurlijk als wingback kan ik ook uit de voeten. En ik heb één wedstrijd als linker centrale verdediger gespeeld in een driemans defensie op Charleroi. Ik denk dat ik dat ook wel heb laten zien dat me dat ook wel ligt als de trainer me daar nodig heeft. Dus, Je bent zelf allemaal uit de streek. Is dat leuk om hier op het hoogste niveau? Ja, tuurlijk. Ik heb hier ook al in de jeugd gespeeld. U9 en U10 heb ik hier gespeeld. Toen naar Genk. U10, ja.
Toen ben ik naar Genk gegaan natuurlijk, dus dat is leuk om terug te komen naar een ploeg waar je al gespeeld hebt. Dicht bij huis, ja, het was altijd al, zeker omdat ze nu in eerste klas spelen, was het wel een leuke opportuniteit om hier terug te komen. Want hoeveel Kempenaars zijn er, denk je, en Arthur en dan Kian met een beetje? Ja, Kian uit de Sendelen natuurlijk, ja, ik denk dat wij de enige twee, drie zijn vanuit de buurt. En woon je terug in, je hebt een tijdje in Genk gewoond, denk ik? Nee, ik heb altijd in Oud-Turner blijven wonen. Ja, Kom je dan alleen aan de training of is het koud voor je? Nee, ik kom alleen aan de training. Ja, ja. Gent is altijd een lastige tegenstander voor. We hebben altijd de indruk, ja, we kunnen wel iets rapen, maar meestal valt het aan tegen. Vaak komt Westerlo ook wel op voorsprong, maar winnen is zo moeilijk. Ja. Maakt Gent zo'n vervelende tegenstander voor Westerlo? Ik denk dat ze een hele goede ploeg hebben, dat ze individuele kwaliteit hebben van voor, dat ze heel sterk zijn. Natuurlijk, ze missen een paar spelers, maar ik denk dat ze nog altijd een hele goede kern hebben. En op Gent, ja, ze staan van boven, staan bovenaan, dus ik denk dat heel veel ploegen het daar lastig hebben. Maar we gaan er naartoe om iets te halen, want anders kun je beter thuis blijven als je denkt dat je daar niks kan halen. Heeft Gent het mooiste staan? Het modernste, denk ik. Het mooiste weet ik niet. Dat is dat van Westerlo. Ja. En ja, wacht, Gent is het. Hebben ze veel individuele kwaliteiten? Spelen ze heel dominant voetbal? Hebben ze een goede trainer? Ja, ik denk dat ze tactisch goed zijn, maar ik denk ook hun individuele kwaliteiten. Zeker van voor, ik denk dat ze een van de beste aanvalslinies hebben van de Jupiler Pro League. Ze hebben heel veel individuele kwaliteiten, ze hebben maar een paar kansen nodig om te scoren. Dus daar moeten we voor opletten. Wat is het grote verschil tussen Rick en Johannes ook? Goh, ik denk dat elke trainer een andere aanpak heeft. Ik denk dat het duidelijker is nu met Rick wat hij wil, hoe dat hij wil spelen. Ik denk dat iedereen weet waar hij aan toe is. Ik denk dat het tactisch dat we nu een trainer hebben die heel tactisch is. Ja. Merk je dat ook aan de veldbezetting? Ja, ik denk als we nu in bepaalde posities of in situaties komen, ik denk. Dat we weten wat we moeten doen. Natuurlijk, elke situatie is anders en daar laat hij ons ook wel vrij in. Maar ik denk dat hij heel duidelijk heeft gezegd en heel duidelijk heeft aangegeven wat we moeten doen in bepaalde situaties. En dat proberen we zo goed mogelijk uit te voeren op het veld. Speel je dan liever als linksback of toch linkerflank, middenvelder, of wingback? Toch liefst linkerback. Ja, maar ook als linkerback kun je heel aanvallend zijn. Ik denk dat je daar ook die aanvallende kwaliteit in kan bespelen. En wat moet je dan in het algemeen beter? Jouw statistieken moeten nog? Assists? Ja, tuurlijk. Als linkerback, als je veel opkomt, wil je natuurlijk assisten geven, de ploeg helpen, goals maken. Dus ja, die statistiek kunnen inderdaad beter. En de opeenvalling van wedstrijd, houd jij dat dan? Of vind je het niet veel wat er aan? Nee, wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen en of dat nu om de week is of om de 3 dagen. Natuurlijk, om de 3 dagen is het leukste. Zoveel mogelijk wedstrijden wil je spelen als voetballer. En nu dat we deze kans hebben, moeten we ook laten zien dat we dat aan kunnen. 3 matchen op iets meer dan een week. En jij praat niet met andere clubs? Ja, absoluut. Ik ben hier nog maar een half jaar, dus nee. Voor mij is het wel de bedoeling om te blijven. Je bent ook jeugd internationaal? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is wat je kunt bereiken op jonge leeftijd voor je nationaal ploeg uit te komen. Dus tuurlijk, ik wil dat blijven. Ik wil er zoveel mogelijk wedstrijden voor spelen voor die U21. Staat er binnenkort iets? In maart is de volgende kamp. En